En daarom neem ik, Olympia Mariam Hawa Latuperisa, het beeld nu in bezit. Vandaag, zaterdag 5 mei 2012, eis ik Merdeka voor mijn volk op de Molukken, als ook hier in Nederland. Merdeka in de vorm van excuses voor de eerste generatie Molukkers, knielmilitairen, hier in Nederland. Merdeka in de aandacht voor de mensenrechten van ons volk, in bezit van Indonesië. Merdeka in de gedachtegang van een Molukker hier in Nederland. Merdeka in de zin van vooruitgang en activiteit van mijn interactie als derde generatie Molukse hier in Nederland. Merdeka voor mijn opa die de naam van Heuts vaak noemde in zijn verhalen. Merdeka is mijn info die ik verschaf over de Molukse geschiedenis door Molukse ogen. Merdeka is het verhaal wat ik vertel aan ontwetenden. Merdeka is het strijdvaardige wat ik uit de doofpot haal van Nederland. Merdeka is het strijdvaardige en het schijnheilige van de Nederlandse regering nu en toen, die bijna niets doet voor ons volk. Merdeka is het reflecterende wat ik uit de Molukse Kapala Batu, zo'n koppig persoon, haal om te kijken naar zichzelf. Merdeka is wat ik zeg. Merdeka is wat ik voel. Merdeka is mijn Molukse invulling van het historisch woord. Merdeka is mijn respect voordat ik hier ben in het koude Kikkerland, dankzij mijn opa, ex-knielmilitair. Merdeka voor alle Molukse ex-knielsoldaten in de hemel als ook op aarde. Laten we nu met z'n allen weer bezit nemen, en dat gaan wij nu doen, van de Kapala Batu.